Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik sta op het balkon van ons hotel. Met het prachtige uitzicht. Het is ondertussen dag 6 al. Bijna gedaan. Gaan we hier. Maar we gaan nu naar het ontbijt vertrekken. Dit gehaakte kleedje is van Shein. En de bikini hieronder is ook van Shein. En die zal ik straks beter tonen. Dus we gaan nu naar het ontbijt. Beter. We zijn nu onderweg naar de kamer. Zoals je kunt horen, ben ik helemaal buiten adem. Want het is 1 super warm en 2 wat de berg beklimmen hier dat we aan onze kamer zijn. Maar we gaan nu onze strandtas pakken en naar het zwembad. Hopelijk hebben we plaats, want blijkbaar heel veel mensen die meedoen aan bed reserveren, wat wij dus nooit doen, waardoor we misschien geen plaats gaan hebben. Maar wij zijn daar niet voor. Wij gaan gewoon wanneer we goesting hebben, maar blijkbaar reserveert iedereen zijn bed. Dus hopelijk hebben we nog plaats om minstens 1 bed voor 3 personen. Thank you.
En dan 7 uur. En we zijn nu onderweg naar de hotelkamer. We hebben tot nu gezwommen. Ik heb heel veel gedoken. Ik ben heel veel in het water geweest. Dus ik heb mijn stem ook een beetje kwijt. Maar het was een warme dag, dus ik had niet veel keus dan ook een paar keer goed duiken. Maar we gaan ons nu klaarmaken voor het avondeten. Wij zijn nu onderweg naar het avondeten. Ik heb oorbellen aan van Shein. Nee, oorbellen van een boutique, zo klopt. Een ketting van Shein. En dan weer ringen van Shein. En dan mijn enkelarmband. Hoe je dat ook noemen, is ook van Shein. Dus we gaan nu avond eten. Ik heb... mijn camera is echt... Ik heb moeite met scherp te stellen. Ik heb saltspray in mijn haar gedaan. Ik heb een badpak aan van Calcedonia. En een shortje van Stradivarius. En sletsen zijn ook van Stradivarius. Dus we gaan nu eten en daarna denk ik dat we naar de zonsondergang gaan kijken. Het is 8 uur, dus we gaan nu snel eten. Misschien nog een kleine wandeling maken. Of gewoon genieten van de avondanimatie. Maar we moeten nu nog een eentje wandelen. Ik had trouwens opgezocht welke kwal het was. Het was de roze... Wacht, welke was het weer? Ben ik de naam weer kwijt. Zo, ik heb het nog even voor jullie opnieuw opgezocht. Het is parelkwal, wat hier in Ibiza zit. Het is een vrij pijnlijke kwal. Het zijn Spaanse mensen zelf ook al. Maar met azijn, zoutwater en urine zou het weggaan.
van vandaag afsluiten. Het is, even kijken, 11 uur. Het is een heel warme dag geweest. We hebben vooral aan het zwembad gelegen vandaag. We zijn aan de zonsondergang gaan kijken. We hebben genoten van de avondanimatie. Wat hebben we nog gedaan? Voor de rest denk ik niet veel. Het is een heel warme avond nog. Zoals je kunt zien aan mijn gezicht heb ik het super warm. Het is nog altijd 30 graden. Dus het is niet normaal warm. We zijn 4 juli. Het is heel, heel warm. Het is 11 uur 's avonds, nog 30 graden. Vandaag door de dag is het 7, 38 graden geworden. Dus super warm. Gisteren hebben we wel veel warmer gehad op Formentera. Dus voor ons voelde het niet zo warm, omdat we nog aan het komen waren van Formentera-hitte van gisteren. Maar zoals altijd hebben we vandaag ook weer lekker gegeten. En achter mij is de maan, die jullie hier kunnen zien. Die super mooi de zee aan het oplichten is. Want normaal het stuk waar wij hebben zeezicht. Maar dat is zo'n stuk waar geen huizen zijn of gebouwen. Alleen zee wat wij zien vanuit onze hotelkamer. En dat zien we normaal niet 's avonds. En door de mooie maan zien we vanavond wel de zee. Dus super mooi, maar beeld ga ik dan nooit krijgen. Maar dus de maan wel. Maar bij deze ga ik deze vlog afsluiten. Het is denk ik een lange vlog. Dus voor jullie fijn. Voor mij veel editwerk. Maar ik doe het graag. Dus ik heb hier super veel mooie beeldjes kunnen maken. Van het prachtige hotel en het prachtige eiland Ibiza. Dus ik ben blij dat ik dit voor jullie kan filmen. Kan ik jullie toch een beetje meenemen in de avonturen die we hier beleven. En op het favoriete vakantie-eiland van mezelf. Laat zeker een comment na van wat jullie favoriete vakantie-eiland is om naartoe te gaan. Of jullie ook wel eens ooit in Ibiza zijn geweest. Welk hotel jullie in Ibiza hebben gedaan. Dus vergeet geen comment na te laten. Doe thumbs up. En vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende vlog.